lopen dadelijk naar de mat toe. Dit is jullie voordeur. En de bedoeling is dat jullie dadelijk naar je voordeur toe loopt. Je zegt helemaal niets. Je hond gaat uit zichzelf bijvoorbeeld zitten of bijvoorbeeld liggen of hij blijft bijvoorbeeld staan. Jij kan door de deur lopen, je kan even kijken of niet net de kat van de buren op straat loopt en je geeft je hond hem vrij. De bedoeling is dat de hond hier iets doet en wacht totdat jij hem vrij geeft. Wat is nou het grote voordeel als ik de hond geen commando geef? Dus ik loop naar die deur. De beloning is dat hij door de deur mag. Maar ik ga hem eerst vertellen dat deze keuze de juiste keuze is. Vrij. De juiste keuze. Wat is de juiste keuze, jongens? Welke keuze heeft hij gemaakt? Niet gevraagd of hij wil gaan zitten. Want dat is geen zelfbeheersing. Dat is opgelegde beheersing. Willen jullie het eens proberen? Je wacht tot je hond uit zichzelf rustig gedrag vertoont. En dat ga je benoemen.